Je kijkt weer naar leer presenteren. Vandaag gaan we het hebben over de opening van je presentatie. Nou, dat is misschien wel het allerbelangrijkste gedeelte van je hele presentatie. Vooral voor jezelf, want daarin laat je zien wie je zelf bent en wat de stijl van je presentatie gaat zijn. Er zijn een aantal manieren om je presentatie te openen. Dat kan bijvoorbeeld door te openen met humor. Je zou er ook voor kunnen kiezen om een anekdote te gebruiken. Of een onderwerp uit het nieuws van de dag. Verder zou je ervoor kunnen kiezen om met een weetje te openen over bijvoorbeeld je onderwerp waarover je presenteert. Nu is het aan jou de keus om te kiezen hoe je gaat beginnen. En denk daar goed over na, want als je bijvoorbeeld wil beginnen met humor, prima. Maar zorg dan wel dat je echt grappig bent. Want er is niks ergers dan een grap vertellen die vervolgens helemaal niet landt in de zaal. Dat je moet gaan uitleggen. Nou, dat is natuurlijk niet echt de bedoeling. Denk daar goed over na. Kies je opening dus ook goed bij het onderwerp van je presentatie. Let op dat het goed aansluit, dat het gepast is. Een tip: zorg voor herkenbaarheid in de zaal. Nou, wat bedoel ik daarmee? Heb het over een gebeurtenis van de dag van je presentatie. Heb het over de zaal waar je in zit. Heb het over mensen op de eerste rij. Ik noem maar een paar voorbeelden. Alles voor de herkenbaarheid. Tot zover. Nog even samengevat. Zorg ervoor dat de manier waarop je presentatie begint goed aansluit bij het onderwerp over je presentatie. Goed aansluit bij het publiek in de zaal. Zorg er tot slot voor dat je herkenbaarheid hebt in je opening. Dat zorgt direct voor een klik met het publiek en zul je merken dat de rest van je presentatie veel makkelijker zal gaan. Tot zover leer presenteren. Tot de volgende keer.